Jonge Amsterdammers gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen in gesprek met politici over onderwerpen die zij belangrijk vinden in hun eigen stadsdeel. Dit is de toekomstige burgemeester van Amsterdam. Zij is na de basisschool niet geplaatst op de middelbare, maar dat staat haar droom niet in de weg. Cher is sinds november vorig jaar de nieuwe lijsttrekker van zijn partij en wil zo een nieuwe weg inslaan. Denk 2.0. Sneller, hoger, sterker. Dat was het Olympisch motto bijna 100 jaar geleden. Maar hoe zijn de kansen nu verdeeld? Sarah, wat merkte jij op de basisschool? Ja, bij mij ging dat niet helemaal goed. Ik heb het gevoel gehad dat ze mij niet zagen op de basisschool. En dat gevoel deel ik eigenlijk ook met vrienden en medeleeftijdsgenoten. Dus mijn vraag is eigenlijk hoe Denk ervoor gaat zorgen dat er meer naar individuele leerling wordt gekeken. Dat is eigenlijk een heel groot probleem op dit moment. De grote ongelijkheden tussen de verschillende stadsdelen. Als we bijvoorbeeld kijken naar een aantal basisscholen hier in Zuid, dan zien we dat de helft van alle leerlingen doorstroomt naar het VWO. Dan gaan we naar de stadsdeel verderop, Zuidoost. Dan zien we bij sommige basisscholen dat de helft gaat naar een MAVO. Kijk, het is niet zo dat de leerlingen hier per se slimmer zijn dan de leerlingen uit Zuidoost. Ik bedoel, intellectie is gewoon ongelijk verdeeld over de samenleving. Het gaat om dat er hier meer kansen zijn voor leerlingen. Dus we moeten ervoor zorgen dat ook de leerlingen in Zuidoost meer kansen krijgen. Eigenlijk alle leerlingen van heel Amsterdam. Nou ja, dat begint eigenlijk bij goed onderwijs. Maar we hebben helaas gezien dat de afgelopen 4 jaar het leraartekort niet is afgenomen, maar juist is toegenomen. En daarom zeggen wij als Denk, daar moeten we voor gaan zorgen dat we een zware middel gaan inzetten. Namelijk gratis bijles voor elk kind uit de achtergestelde wijken. Wij willen daar voldoende geld voor vrijmaken om ervoor te zorgen dat elk kind de gelijke kansen krijgt door middel van goed onderwijs. Op maat gesneden onderwijs, zodat ze uiteindelijk gewoon gelijke kansen kunnen krijgen, net zoals elk ander kind uit de stad. Maar denk je dat je ze dan ook makkelijk in die bijlesklasse krijgt? Want als ik vroeger moest denken aan bijles, dacht ik van nee, doe maar niet. Laat mij maar FIFA spelen of zo. Als je staat voor een gelijkwaardig Amsterdam, ja, dan moet je daar ook gewoon geld voor vrijmaken. Dan moet je daar ook gewoon mensen voor inzetten. En dan moet je ook aan de leerlingen en ouders overtuigen van ja, als we hier geld aan besteden, ja, gratis bijles, ja, we weten dat het werkt. En dan gaat het ook werken voor uw kind. Ik denk dat we op deze manier de ouders en de leerlingen heel goed kunnen overtuigen van wat de meerwaarde is van bijles voor kinderen. Bijles vond ik niet het allerleukste. Ik speelde liever FIFA. Maar hoe zat het met jou, Sarah? Ja, bijles was ook niet altijd mijn favoriete onderdeel. Maar als het ging om talentenontwikkeling erbij, iets wat ik kon leren, iets wat ik kon toevoegen aan mijn vaardigheden, maakte het meteen een stuk interessanter. Hoe gaat Denk zich inzetten voor talentenontwikkeling? Kijk, ten eerste is het belangrijk dat de jongeren erachter komen. Ja, welke initiatieven er nu al worden aangeboden? Welke projecten zijn er? Welke sporten, evenementen? Ik denk dat het heel belangrijk is om daarbij samen op te trekken met jongerenwerkers. Met mensen uit de wijk, met de buurtvaders en noem maar op. Zodat je ervoor zorgt dat die informatie over al die projecten terechtkomen daar bij de jongeren. Ja, waar ze eigenlijk het meest nodig zijn. Hè? En ik denk ook dat daar veel meer meerwaarde in zit. Namelijk, we weten dat sport verbroedert. Maar we gaan ook samenwerken met scoutingclubs, met de jongerenwerkers, met maatschappelijke werkers. Want als er dan een hulpvraag is bij de jongeren, ja, dan kunnen we dat gelijk aan elkaar koppelen. Mijn vrienden hebben niet meer echt vertrouwen in de politiek. Jongvolwassenen die net op zoek gaan naar een woning. Hoe gaan jullie die groep bereiken om te zorgen dat die weer vertrouwen krijgen hierin? Ik denk ten eerste dat wij de beste programmapunten hebben. Al ben ik niet de meest objectieve in deze misschien. Maar het belangrijkste is dat wij de mensen gaan overtuigen. Dat wij in gesprek gaan. Dat we gaan uitleggen. Waar staan we voor? Wat willen we gaan bereiken? En belangrijk, wat hebben we de afgelopen 4 jaar gedaan? De belangrijkste mensen uit deze stad zijn natuurlijk de jongeren. Wat gaan jullie de komende 4 jaar voor de jongeren doen? We komen met een masterplan Youth First. We gaan in ons verkiezingsprogramma gaan we opnemen dat jongeren voorrang krijgen op de woningmarkt. Dat heb ik net uitgelegd. We gaan ervoor zorgen dat de gemeentelijke banen die we hebben, traineeships, dat we daar ook gewoon voorrang gaan geven aan Amsterdamse jongeren. Want we zien ook dat die ook niet op de woningmarkt niet altijd de eerste startersbanen kunnen vinden. Tegelijkertijd gaan we ook meer inzetten op het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie, stagediscriminatie. Want we zien dat jongeren worden beoordeeld om factoren waar eigenlijk helemaal geen invloed op gehad. En daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Er is genoeg gepraat daarover, het is tijd voor harde actie. Inderdaad, genoeg gesproken. Vertrouw je hem een beetje? Wat voor cijfers zou je deze man willen geven? Ja, het is wel hoopvol dat er zoveel voor jongeren gaat gebeuren en vooral voor de woningmarkt. En dat ik ook nog een kans heb om hier te blijven wonen en de burgemeester te worden. Ja. Dus voor nu zou ik hem 7,5 geven, maar we moeten het even allemaal gaan scherper zien. Even wat meer kritiek, want ik zie dat je nog een beetje twijfelt.
verbinding leggen en voor jongeren, dat hebben we ook wel vaker al de afgelopen jaren gehoord. En voor mij is denk ik het belangrijkste dat we feiten gaan zien. Dat we echt de verschil gaan zien. En ook in een korte periode al. Dus daarom geef ik een 7,5. En ik hoop het naar een 10 te kunnen gooien. Maar ik denk dat we daarvoor een nieuw gesprek moeten afvoeren. Ja, ik denk het ook. Ja, dat is een hele goede basis. Daar ben ik sowieso heel erg blij mee. En ik denk dat het gewoon terecht is wat je zegt. Ik bedoel, politici moeten zichzelf gewoon bewijzen. Iedereen heeft mooie woorden. Elk politicus komt langs en heeft de grootste belofte voor de stad. Ja, uiteindelijk draait het erom. Wat kun je betekenen voor onze stad? Wat kun je betekenen voor onze jongeren? En dat is wat wij willen gaan laten zien.